Het is vandaag vrijdag 17 april. En ik heb vandaag mijn Engels online examen. Vandaar dat ik me eventjes wat netter heb aangekleed. Want onze Engels docent zei: meiden, kleed je eventjes normaal aan. Ga niet in je pyjama zitten. Dus ik heb dit nieuwe blouseje van de Zara aan. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje XS. En eerst dacht ik, hoe ga ik hierin komen? Want hij rekt echt totaal niet mee hier. Maar zit hier aan de zijkant dus een rits. Dus dat is zo chill. Ik heb ook eventjes een beetje mijn make-up gedaan. En eerst dacht ik, ik doe gewoon een joggingbroek eronder aan. Want ze zien toch alleen maar dit stuk. Maar ik heb toch maar eventjes mijn wonky mom jeans aangetrokken. Het is nu 11:30. En ja, mijn Engels examen is van 1 tot 2 volgens mij. Dagmar die komt zo meteen eventjes langs. Want mijn highlighter lag nog bij haar. Dus die komt ze eventjes afgeven. Ja, dan kan ik hem weer in mijn pakje erbij doen. Dus dat is heel erg chill. Voor de rest van vandaag ga ik aan jullie mijn tassenstuk laten zien. En ik heb nog een jasje en een broek die ik jullie wil laten zien. Dus dat ga ik maar gelijk eventjes doen. Ik heb namelijk een tijdje geleden van een Instagram account. Ik zal het eventjes in de beschrijving zetten. Bij Dame heet het volgens mij. En dan bij D-E-M-E. Heb ik dit hele leuke jasje opgestuurd gekregen. Ik heb hem al in het groen en in het blauw. Maar nu heb ik dus ook een paarse met sterretjes. Die andere zijn niet met sterretjes. Echt heel erg leuk. En daarbij heb ik dus ook een bijpassende flare broek gekregen. Hij is wel echt alleen veel te lang. Dus ik moet hem eventjes gaan laten inkorten. Maar het is wel echt heel erg mooi dit kleurtje. Je kan denk ik wel zien dat mijn nieuwe lievelingskleur lila is. Nee, blauw blijft ook altijd mijn lievelingskleur. Maar echt heel erg leuk kleurtje. Dus die heb ik gekregen. Dat Instagram account zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Want ze hebben nog meer van dit soort jasjes. En ook allemaal andere soorten kleurtjes. Dus dat. Ik ga eventjes mijn ringen omdoen. Er staat ook altijd al een stukje verzorgder of zo, vind ik. Dus die gaan we ook eventjes omdoen. Rowan heeft dat examen dus al gehad. Eergisteren, woensdag. En die zei dat ze je echt heel erg helpen. En dat het echt best wel makkelijk is. Dus dat hoop ik dan maar. Want mijn Engels is echt niet heel erg goed. Dus ja, maar onze Engels docent is echt super lief. Dus dat komt al goed. Ik ga eventjes mijn laptop in de oplader doen. Want ja, ik ga facetimen via mijn laptop. Dus dan moet je niet opeens uitvallen. En dan, het is nu pas 11:30. En ik doe dus bij mijn dieet. Ik volg dus een koolhydraatarm dieet. En daarbij doe ik ook intermittent fasting, heet dat volgens mij. Dat je dus maar tussen een bepaalde tijd mag eten. En ik eet dus maar tussen 12 en 8. 12 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Tussen die tijd eet ik. Ik moet nog eventjes een half uurtje wachten met eten. Maar dan ga ik zo meteen denk ik gewoon bosmesjes maken met yoghurt. En dan vanmiddag maak ik wel lekker een eitje. Even mijn laptop in de oplader doen. Die snoeren bij mij, die zitten altijd in de knoop. Oké. Ik ga naar beneden wachten op Dagmar en dan zo meteen ontbijten. Ik zat gewoon rustig te eten. Tot er opeens een pakketje binnenkwam. En ik heb oprecht geen idee wat het is. Het is in ieder geval een pakketje van Mooi PR. Staat er als zo'n PR-bureau. Dan ga ik dus een schaar pakken om het open te maken. Een doos in een doos. Hyvalure Bondi Sense blijft de grenzen van zelfbruining verlengen door hun, ik kan het niet lezen, zijn ze verder uit te bieden. Get your tan on. Dit is dus Bondi Sense en ik heb dit wel zo'n keertje gekregen. Ik heb boven ook zelfbruiningsdingen van Bondi Sense. Ik gebruik het alleen niet, maar misschien dat dit weer anders is. Quick Dry Formule. Dit is de Ultra Dark Liquid Gold. Waar is dit dan? Dit is een foam. Dit is ook een foam. Oh, dit is Light to Medium. Dit is Ultra Dark. Dit is in ieder geval zelfbruiner. Met een handschoentje erbij. En ik heb het toen een tijdje geleden ook voor Bondi Sense gehad. Alleen dan
een andere formule. Want dit is dus een nieuwe lijn. Met kokosgeur. En dat heb ik toen een tijdje gebruikt. Alleen ik heb het toen verkeerd gebruikt. Wat ik toen deed was zeg maar, ik smeerde het gewoon op en liet het gewoon zitten. Ik douche het er niet af. Ik wist niet dat je het eraf moest douchen. Dus daar heb ik het eigenlijk nooit meer gebruikt. Omdat het toen heel erg vlekkerig werd. Maar ja, je moest er natuurlijk af douchen. Ik had toen één keer gedaan. Had ik het in de ochtend opgedaan. Ook op mijn gezicht. En toen gingen we naar een festival heel de dag door. En toen kreeg ik echt allemaal vlekken op mijn gezicht. Maar ja, dat kwam natuurlijk door die zelfbruiner. Maar dit is wel leuk om ergens in de komende dagelijkse vlogs te gaan proberen ofzo. Want ik heb dit echt al anderhalf jaar niet meer gebruikt ofzo. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat dit dan doet. Kijk, het is nu 10:50. En mijn Engels examen begint om 1:30. Ik dacht om 1:00, maar het begint om 1:30. Dus ik ben nu nog eventjes mijn ontbijt aan het eten. En dan zo meteen dat Engels examen, maar ik ben best wel bang. Of zo, ik weet niet. Ik zit nu te wachten totdat het 1:30 is. Het is nu 22. Dus ik denk dat ik om 25 alvast die chat inga. Zodat ik gewoon op tijd ben. Maar ik schijt echt in mijn broek. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon zo eng. Ik ben dus echt heel slecht in Engels. Volgens mij heb ik dat net ook al gezegd. Maar dit is dus het laatste examen voor Engels. De rest heb ik allemaal gehaald. Dus dit moet ook wel goed komen. En iedereen zegt dat het echt best wel makkelijk is. Maar ja, ik schijt gewoon in mijn broek. En het duurt trouwens maar een half uurtje. Ik dacht dat het een uur duurde. Ik dacht dat het van 1 tot 2 was. Maar het is dus maar van 1:30 tot 2 uur. Dus maar een half uurtje. Maar in een half uur kan heel veel fout gaan. Geslaagd! Ik heb echt een ziek lulverhaal opgehangen. Maar maakt niet uit, want ik ben wel geslaagd. Ik ga eventjes wat te lunch maken. Het is al 3:00. En ik heb een halve avocado gepakt met peper en zout. Dan heb ik hier 2 eitjes. En die ga ik eventjes bakken als een pannenkoek-ei, zeg maar. En dan ga ik een soort van ei-wrap maken. En dan doe ik er avocado doorheen. En dan heb ik nog ham, parma ham of zo. Dat zag ik net liggen. Dus dat ga ik er denk ik ook doorheen doen. Ik ga eerst eventjes een eitje maken. Oké, mijn eitje is klaar. Hij is wel kapot. Dus ik moet hem even goed kunnen oprollen zometeen. Maar dan pak ik de ham erbij. Een plakje. Dus doe ik 2 plakjes. Ja, precies 2 kunnen zo mooi. Kijk, nu ligt er precies op het ei die ham. En dan ga ik daar overheen de avocado doen. Ik heb echt geen idee of het lekker is. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik ga het gewoon een beetje als een soort boter erop snijden. Smeren. Normaal gesproken was mijn lievelingseten echt altijd een cracker of een boterham. En dan met avocado geprakt en dan een gekookt eitje erop. Maar nu door dat dieet mag ik dus geen brood. En die crackers ook niet. Dus ik ga maar gewoon proberen of dit lekker is. Want het lijkt me dus wel heel lekker. Ik ga hem proberen op te rollen. Kijk, dit stukje is dus los van elkaar. Zo. Ik ga het eerst een stukje proeven. Dit is echt lekker. Echt lekker. Ik dacht, het is dus eventjes wel leuk misschien om... En jullie mijn tassenstashje laten zien. Aangezien ik heel erg tassen heel erg leuk vind. Goed verhaal. Dacht ik misschien is het wel eventjes leuk om te laten zien. Ik ga jullie even neerzetten. Hier aan mijn muur heb ik wat tassen hangen. Ik heb daar een bak met tassen staan. En ik heb er nog 2 in mijn kast liggen. Ik denk dat ik ze gewoon maar lekker allemaal ga laten zien. Ik ga er eventjes een stoeltje bij pakken. Zodat ik lekker kan zitten. Nou, stop. Geweldig is dit. Echt top. Ja, oké. Ik ga beginnen met mijn lievelingstas. Dat is namelijk deze Saint Laurent tas. En ik heb deze afgelopen eind oktober, begin november volgens mij heb ik deze gekocht. Helemaal zelf voor gespaard. En ik wilde gewoon super lang heel erg graag een designer tas. En ik wilde eerst eigenlijk altijd eentje van Louis Vuitton. Maar
ja, ik weet niet, hoe langer ik naar deze tas keek, deze, dus te meer ik liever deze, dat is geen goede zin, dus liever ik deze wilde hebben. En toen eind oktober, begin november volgens mij, heb ik hem gekocht in Utrecht in de Bijenkorf. En ja, ik heb gewoon voor de zwarte gekozen met het gouden hardware. Omdat, ja, ik draag eigenlijk alleen maar goud. En ik vond dat ook het mooiste bij deze tas. En ik heb de zwarte kleur gekozen omdat, ja, dat het meest tijdloos is. Ik ben er nog steeds echt super, super blij mee. Het lijkt alsof hier deukjes zitten, maar dat is niet. Ik ben er echt nog steeds heel erg blij mee. Er zit een lang hengsel aan en je kan hem hier ook nog verstellen. En als ik hem omdoe dan, ja, dus deze. Hier ben ik echt nog steeds heel erg blij mee. Dit zie je als je hem open doet. En dan heb je, ja, twee grote vakjes aan de zijkant. Hier nog een vak met een rits. Hier nog een ding waar je briefjes en zo in kan doen. En dan heb je hier nog waar je pasjes in kan doen. De tas ziet er nog steeds echt super mooi uit. Ik krijg soms wel eens de vraag van mensen of ik een soort van review video hierover wil maken. Maar ja, ik weet niet echt wat ik over een tas kan vertellen. Dus bij deze zie jullie hem eventjes. Er past best wel veel in. Mijn camera past erin. Mijn telefoon. En dan bijvoorbeeld nog een zonnebril. Mijn pasjes en zo. Er past best wel veel in. Ik heb het kleinste model. Dit is de Lulu Bag. En dan de kleinste versie. En deze heb ik dus bij de Bijenkorf gekocht in Utrecht. Dit is mijn eerste echte designertas. En ik ben er super blij mee. En ik hoop dat ik mijn collectie qua designertassen nog meer mag gaan uitbreiden binnenkort. Dan deze. En deze heb ik gekocht in Parijs afgelopen zomer met Charlotte. Ik was toen met Char een weekendje naar Parijs toe. En we wilden allebei heel erg graag naar een tas kopen. En ik heb toen uiteindelijk ben ik voor deze tas gegaan. Ik wilde eigenlijk eerst die andere kleine rechthoekige, zeg maar, die best wel veel mensen hebben. Alleen de kleur die ik wilde hadden ze niet meer. En toen zag ik dus deze in de sale. En toen dacht ik, jou moet ik hebben. Want de mensen die mij kennen weten dat dit echt een fleurkleur is. Ik hou echt heel erg van turquoise en blauw en mintgroen en zo. Dus deze. En het is dus een klein vierkant tasje. Maar er zit dus ook nog een hengsel bij. Tadaa. Die zit er gewoon bij wanneer je hem koopt. Zodat je hem, zeg maar, ook nog crossbody kan dragen. En die kan je ook weer verstellen. En die komt ook ongeveer tot hier. Maar ik vind hem leuker als ik hem ietsje strakker doe. Zodat hij ietsjes hoger zo valt. Of als ik hem gewoon zo in mijn hand draag, vind ik dat ook wel heel erg leuk. Hier ben ik ook nog steeds heel erg blij mee. Ik heb deze toen in de sale gekocht daar in Parijs. Was toen met 30%. En volgens mij was die toen rond de €300 of zo. Ik weet het niet meer precies eerlijk gezegd. Maar je hebt hem nu ook weer in nieuwe kleurtjes bij de Bijenkorf. Bijvoorbeeld met lichtroze en babyblauw en geel. Volgens mij zijn die wel uitverkocht. En zijn ze iets anders. Want deze is ook nog met zwarte details. De hardware is trouwens zilver. Maar dat vind ik bij deze tas wel leuk. Dus deze. Dan een tas die ik in 2018 voor kerst heb gekregen. Waar ik echt super blij mee ben nog steeds. Het is een Zadig & Voltaire tas. En het is de grote versie. Ik krijg best wel vaak de vraag van, zou je een grote of een kleine aanraden? Maar ik heb zelf geen kleine Zadig & Voltaire. Dus ja, ik ben alleen bekend met de grote. Wel weet ik dat Rosa toevallig een kleine en een grote heeft. En zij zegt sowieso een grote. Maar die kleintjes lijken me ook wel weer heel erg leuk voor het uitgaan. Bijvoorbeeld om zo om je schouder heen te hangen. Dat is ook nog wel een tasje die ik misschien zou willen. Een klein zadig tasje voor het uitgaan en zo. Vind ik wel heel erg leuk. Maar deze. Het is dus de donkerblauwe. En hij heeft zilveren hardware. En het is dus best wel, ja, past best wel veel in. Als je de flap hier open doet, heeft hij twee magneetjes. Waardoor hij, zeg maar, dus zo, ja, blijft zitten. Dan heb je hier voor een vakje en je hebt een rits boven. En dan heb je dus een heel groot vak daarin. Wat heel erg chill is. Deze tas heeft twee straps eraan. Je kan hem bijvoorbeeld zo dragen. Zo om je schouder heen. Maar je kan ook die grote strap gebruiken om een crossbody te dragen. Ik laat sowieso eigenlijk altijd allebei de straps eraan hangen. Omdat ik dat wel gewoon mooi vind. Sommige mensen dragen hem ook nog wel zo. Vind ik ook wel heel erg leuk. Ja, ik laat ze er eigenlijk gewoon altijd allebei aanhangen. Omdat het toch een soort van versiering ook is. Wat ik heel erg leuk vind. Dus deze. En deze heb ik toen in de wintersale bij de Bijenkorf gekocht. Want je hebt natuurlijk, of natuurlijk, je hebt eigenlijk iedere zomer en winter heb je sale bij de Bijenkorf. En deze tas was toen ook in de sale. En heb ik toen kunnen scoren voor €180 of zo. En die heb ik dus uiteindelijk toen voor de kerst gekregen. Dan deze Nuno bag. En deze heb ik afgelopen kerst gekregen. Deze heb ik
gekocht bij een winkeltje in Delft. Maar ja, Nuno Bags kan je eigenlijk overal wel kopen. Ik heb de kleine versie. Ik vind hem echt zo super schattig. Ook echt mega leuk voor festivalseizoen. Dus ik hoop dat ik dit jaar nog een festival kan gaan bezoeken. Dan kan ik hem meenemen. Maar het is dus een beetje bruin, bordeaux, roodachtig. En het is dus een kleine variant. Je hebt ook nog grotere. Maar ik vond dit maatje wel heel erg schattig en leuk voor festivals dus. Er zit als eerst een leren strap aan. En ook weer zo'n schakelstrap. Ik draag hem meestal zo. Met die leren strap om me heen. En dan laat ik deze zo hangen. Dat vind ik wel heel erg schattig. Maar je kan hem natuurlijk ook zo aan je schouder hangen. Dat vind ik ook heel erg leuk. In deze vakjes passen dus precies je AirPods. Ik heb hier eventjes geen AirPods. Maar Milan die heeft toevallig AirPods. En dat past er dus echt precies in. Er past echt meer in dan je denkt. Want ik heb een iPhone 8 Plus. En die past hier ook gewoon in het grote vakje. En daar doe ik vaak ook mijn pasjes bij. Nou, dan heb je hier nog een vakje voor bijvoorbeeld sleutels en zo. En dan heb je hier ook nog wat vakjes. Dus ja, deze ben ik ook heel erg blij mee. En hebben ze ook echt in heel veel verschillende soorten kleuren, stijlen en dingen. Dus die. Dan een tas die ik eventjes denken zomer 2018 volgens mij heb gekocht. Ja, ik zat in het eerste jaar van het MBO. En toen had ik deze gekocht in de zomer sale. Dus echt een tip jongens. Wacht gewoon lekker tot de sale. Want vaak zijn heel veel tassen. Bijvoorbeeld dit soort tassen. Dit is een Furla tas. Zijn vaak gewoon in de sale bij de Bijenkorf. Net zoals die Zadig tas. En deze ook weer was ook in de sale. Er komt zometeen nog een tas die ook in de sale was bij de Bijenkorf. En dat bespaart gewoon best wel veel geld. Deze was toen ook 30%. Ik heb ook helemaal zelf voor gewerkt en voor gespaard. En ik weet nog wel. Ik liep in het eerste jaar stage bij de Douglas in de stad. En tegenover de Douglas heb je de Bijenkorf. En toen was ik expres, want ik begon toen om 10 uur bij de Douglas. Toen was ik dus expres vroeger naar de stad gegaan om dus deze tas te kopen. Omdat ik toen eindelijk het geld bij elkaar had. Volgens mij heb ik ook nog wel een vlog waarin ik deze tassen zo ga unboxen. Dat is wel grappig. Maar goed, deze dus. En dit is de Furla tas. Ik gebruik hem nu eerlijk gezegd niet meer zo heel veel. Zou ik wel moeten doen, want het is echt nog een heel schattig en leuk tasje. Maar het is een beetje een grijze taupekleur. Echt heel mooi. En dan gouden hardware, wat ik wel heel erg mooi vind. En bij deze tas zitten er dus sokken in. Omdat deze tas is best wel van zacht leer. En ik ben gewoon heel erg bang dat die anders lelijk wordt en gaat indeuken. Dat is echt een tip. Doe er iets in. Ik heb er dus oude sokken in. Maar je kan bijvoorbeeld ook de bijbehorende dustpack erin doen. Zodat de tas gewoon ietsjes meer wordt opgevuld. Waardoor die dus niet gaat indeuken. Dus ja, daardoor blijft deze tas ook zo mooi. En hij gaat gewoon open met zo'n kliksysteem. En ja, hier ben ik ook nog steeds heel erg blij mee. Ik moet het wel weer wat vaker gaan gebruiken. Onder heeft hij trouwens ook nog van die pootjes. Zodat hij niet beschadigt als je hem bijvoorbeeld ergens neerzet. Dan dit tasje. Deze heb ik dus ook in de sale gekocht. In de wintersale. Deze heb ik afgelopen kerst gekocht met mijn cadeaubon. Ik had voor kerst best wel veel cadeaubonnen gekregen. En daar heb ik toen deze tas van gekocht. Van Mage, hoe je het wil noemen. En er zit als eerst een gouden strap aan. Best wel klein, maar wel heel erg leuk. En er zit dus ook nog een leren strap bij. Deze. Dus dan kan je afwisselen gewoon welke je wilt. Deze draag ik eigenlijk nooit samen, deze straps. Dit wissel ik wel gewoon af. Maar ik gebruik meer deze. Want dat vind ik heel erg leuk om dan zo om je schouder heen te dragen. Het is dus de rode en de kleine. Hij is van Subelle en heeft hier van die schattige franjes. Ook dit vind ik echt weer heel erg leuk voor het festivalseizoen. Iets wat ik niet op de site had gezien, maar wat wel is, is dat de binnenkant hier, of de zijkant, dus roze is. Ik dacht dat dat ook gewoon rood was. Maar op zich, als je hem gewoon zo draagt, dan valt het niet echt op. En ik vind het ook niet heel storend. Er past op zich nog best wel veel in. Ik kan mijn camera erin kwijt, pasjes, telefoon. En ja, meer heb ik toch niet nodig. En hij sluit hier met een magneetje. Dus deze van Mage, of Mage, hoe je het wil noemen. Dus die. Dan dit kleine schattige krokodillen. Tasje. Ik heb deze toen een keertje besteld bij Hello My Love Store. Ja, ik heb hem eigenlijk nog nooit echt gebruikt. Ja, volgens mij heb ik hem 1 keer gebruikt. Maar ik weet niet, ik pak gewoon vaker mijn andere tasjes erbij. Ik vind deze wel heel erg leuk, maar leuk voor een keertje. Bijvoorbeeld dit outfitje zou ik hem op zich ook best wel grappig vinden. Dat is een beetje een eyecatcher wat eruit springt, zeg maar. Maar ik weet niet, als ik zeg maar even een tas moet pakken, dan pak ik eerder een andere tas dan dat ik deze pak. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Het kleurtje vind ik ook heel erg leuk. En het heeft dus een lange strap. En aan de binnenkant heb je ook echt bizar veel ruimte. Dat zou je dus niet verwachten. Maar ook mijn camera, telefoon, pasjes. Alles past hierin wat ik in principe nodig heb. Ik weet niet of ze deze nog hebben of verkopen. Want ik heb hem volgens mij afgelopen oktober of zo gekocht. Ze hadden toen ook lila en wit. Maar ik vond dit
groene kleurtje is wel heel erg leuk. En je kan ook die strap er zo afhalen. Nou, dat ga ik even niet doen. Maar dat je hem gewoon zo als handtasje draagt. Dus die. En dan een tasje waar ik ook echt heel erg blij mee ben. Deze heb ik afgelopen zomer gekocht toen ik met de meiden in Caravela was. Natuurlijk als eerste heel leuk aandenken aan Caravela met hun. Maar we waren op het strand en de helft ging ze gewoon vast klaarmaken. Voor het uiteten en voor het uitgaan. En de andere helft, of de andere helft, volgens mij Zoe, Dagmar en ik, die ging nog even winkeltjes kijken. Of Dagmar keer niet, ik weet niet. In ieder geval Dagmar was er wel bij, ik weet niet wie er nog meer bij was. En toen liepen we dus een winkeltje in en toen zag ik dus dit tasje. En toen dacht ik, die wil ik echt hebben. Hij was toen iets van 45 euro of zo. Dus toen dacht ik, ja, ga ik het wel veel gebruiken, bla bla. En het was wel helemaal handgemaakt en ik hou echt van deze kleurtjes. En toen gingen we nog even verder een rondje lopen. Oh ja, volgens mij waren we met Zoe. En toen zei ik, oké, ik wil toch nog wel eventjes terug naar die winkel. Toen is Zoe alvast teruggegaan naar het hotel. Of naar het appartement. Ging zich klaarmaken. Toen ben ik dus nog teruggelopen met Dagmar om dat tasje te kopen. Volgens mij was het zo gegaan. Ik weet niet. In ieder geval, Dagmar was erbij. Volgens mij Zoe of keer ook. En toen heb ik dus dit tasje gekocht. En ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik heb dus ook een topje van de Zara. Die is precies dezelfde kleur. Vind ik ook heel erg leuk daarmee te combineren. Alleen hier, ik weet niet of je dat kunt zien. Kijk, hier zitten pailletjes, maar hier niet. En hier wel. Dus ik denk dat dat gewoon een fout is geweest. En hij is natuurlijk handgemaakt. Dus ja, maakt ook niet uit. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee nog steeds. En hij gaat gewoon open met zo'n knoopje. En je hebt best nog wel wat ruimte. Ik doe altijd dat touwtje trouwens. Anders vind ik dat hengsel echt mega lang. Dus wat ik dan doe, is ik doe allebei de uiteindes aan één kant. Doe hem zo. En dan doe ik dat klepje dicht. Zodat het hengsel ietsjes korter is. Echt een tip als je ook zo klein bent. En ja, als je het hengsel ietsjes korter wil maken. Dus dat is mijn tip. En ja, ik vind deze nog steeds echt onwijs leuk. Oké, dat waren zeg maar alle leuke en mooie handtasjes en zo. En dan heb ik hier nog een bak met allemaal canvas tasjes. En volgens mij zit er ook een beltbag in. Ik weet niet zeker. Dus die ga ik ook nog even laten zien. Als eerst deze canvas tas van de Zara. Ik heb deze afgelopen winter in de sale gekocht bij hun. Hij was echt maar 15 euro. Het is echt een mega grote tas. Er past echt bizar veel in. Het is echt een lekkere strandtas. En het heeft dus een tie-dye printje die ik echt heel erg leuk vind. Hij heeft hier ook nog een vak. En aan de andere kant is die gewoon helemaal vlak. En hij gaat dus open en dicht met een rits. Wat echt top is voor het strand. Dat er geen zand in komt. Dus die van de Zara. Dan heb ik nog twee canvas tasjes van... Weet je het nou? Love Stories van Love Stories. En ik heb er ook eentje. Ik weet niet of die hierin zit. Oh, hier. Ja, nou, die laat ik zo wel zien. Maar in ieder geval als eerst deze. Het is een beetje een oud roze kleurtje. En er staat op Love Stories. En ik heb deze toen voor 5 euro gekocht op de Love Stories site zelf. En hij staat als het goed is onder accessoires volgens mij. Want best wel veel mensen zeiden van ja, ik kan hem niet vinden. Maar volgens mij staat hij onder accessoires. En mijn camera gaat knipperen, dus ik moet een beetje snel zijn. Maar volgens mij zijn ze nu 15 euro. Maar ik heb in ieder geval die. Dan heb ik ook van Love Stories deze. Een beetje een groenige. En dan staat er ook Love Stories op. Ook weer op de Love Stories set zelf gekocht. En dan heb ik er nog eentje van Love Stories. Alleen die moet echt in de was. Die is echt mega vies. En dat is deze. Dit is een beige. Deze vind ik wel het leukst. En er staat op Love Stories. Maar kijk eventjes hoe vies die is. Ja, je ziet het denk ik. Ja, je ziet het wel. Die moet eventjes in de was. Dan nog een mega leuke canvas. Ook tas. Ook van de Zara. Die zit nu in de collectie. En dat is met panterprint. Die vind ik ook echt heel, heel, heel erg leuk. Deze heeft verder geen rits of iets. Dus het is wel vervelend voor het strand. Want er komt dus heel makkelijk zand in. Maar deze was maar 18 euro. Echt heel erg leuk. Dan heb ik hier nog een favoriete beltbag. Namelijk deze van Kwai Australia of zo. En dit is een beltbag die ik best wel veel gebruik voor festivals en zo. En ja, je kan hem strakker maken. Zodat je hem zeg maar echt om je middel kan doen. Of je kan hem zo dragen. Je ziet het niet. Maar zo om je heen. Je kan hem langer maken. Zodat je hem echt zeg maar als tasje zo kan dragen. En deze was volgens mij 35 euro of zo heb ik bij een winkeltje in Wateringen gekocht. Echt heel erg leuk. Maar ik weet dus niet meer of ze deze nog verkopen. Want ik was dus op zoek naar de witte. Alleen echt nergens te vinden. Dus die. Dan deze beltbag. En deze heb ik vorig jaar met Koningsdag gekocht en gebruikt. En verder volgens mij echt nooit meer. Maar het is van Spiral.
geen idee. Ik heb het bij Zalando gekocht. Met allemaal glittertjes erop. Vond ik wel grappig voor festivals en zo. Maar ik heb hem dus één keer gebruikt. En ja, verder gebruik ik eigenlijk altijd die van Kwai. Of ik neem geen beldruk mee. Ja, het verschilt eigenlijk altijd een beetje. En dat waren eigenlijk alweer al mijn tassen. Ik zal binnenkort ook al mijn schoenen laten zien. Misschien vinden jullie dat ook wel leuk om te zien. Mijn camera is aan het knipperen, dus die ga ik eventjes in de oplader doen. En ga ik eventjes dit touwtje wegknippen. Ik denk alvast de video van morgen bewerken, zodat ik dat vanavond niet hoef te doen. Miels nu zijn zus ophalen bij haar vriend met de auto. En dan komt hij daarna weer terug hier naartoe. Dus ik heb echt heel de dag niks meer gefilmd, sorry. Maar mijn camera die zat in de oplader. En ik heb eigenlijk de rest van de dag ook niet echt meer iets gedaan. Ik heb de vlog bewerkt die morgen online moet komen. We hebben avond gegeten en we gaan nu lekker in bed liggen. Ik ga lekker filmpjes kijken. En ja, voor de rest gaan we eigenlijk niet meer zo heel veel doen vandaag. Ik zal het morgen goed maken. Ik zal morgen weer wat meer filmen. En mijn camera is nu ook opgeladen voor morgen. Dus ja, lekker slapen. Slaap lekker. Tot morgen. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. En tot morgen.